Goedemorgen, Tessa. Hey, het is zaterdagochtend. Heel vroeg. Wat gaan we eigenlijk doen? School geven. We gaan helpen op een Nederlandse school, hè, met z'n allen. Nou, laten we eens gaan kijken. Heb je er zin in? Maar ik vind wel raar dat ze door de week Amerikaanse school doen. En zaterdag Nederlandse school. Want meestal, bijvoorbeeld in Australië, deden we Frans gewoon tijdens school. Ja, dat klopt. Maar nee, hier... op zo'n vrijdag, dus dat zou ik niet doen. Nee, maar deze... Met deze kinderen, die willen heel graag ook Nederlands leren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, dat gaan ze hier doen. En ze krijgen Nederlands in de French American School. Franse Amerikaanse school. Ja, vous parlez français? Hè? Spreek je ook Frans? Bonjour. Bonjour. Nou, ga eens kijken. In de hij- en de zijvorm is de stam plus een T. En wij, jullie of zij, dat is het hele werkwoord. Wat was een werkwoord ook alweer? Hey Bo, ik was net bij je in de klas. Hoe was dat daar? Leuk. Wat is er zo leuk aan de klas hier? Gewoon hier praat iedereen Nederlands, maar dan toch met een accent. Hey, en wat ze gingen leren, vond je dat moeilijk? Jij wist eigenlijk alle antwoorden. Maar denk je dat het voor hen moeilijk is? Waarom denk je dat het voor hen moeilijk is? Omdat zij niet als... Nou, voor sommigen misschien wel wat makkelijker, maar... Zij hebben gewoon normaal Engelse school, dus dat hebben ze één keer in de week en dat is niet zo makkelijk. En de dingen die ze leren, zijn dat eigenlijk dezelfde dingen als die jij leert in groep 7 en groep 8? Iets is makkelijker, maar voor de rest eigenlijk wel. Het is best wel knap, hè, dat deze kinderen dat kunnen, vind je niet? Dat vond ik ook wel. Ja. Is het leuk? Je wil heel snel weer naar binnen volgens mij, of niet? Nou, gaan we dan. Niet allemaal groep 8. Loop jij zo meteen? Loop jij? Dus... Ik loop eten. Ja, maar klik me even door. Ik dacht, dan kan je de familie laten zien. Werkt het? Nee, dat bord. Nee. Heel modern gewend, hè? Ja. Kijk. Okay, en dit zijn dus Sonny en Jamie. Ja. Dan gingen we naar beneath the streets. Ook weer voor dat hebben we gisteren gedaan. En daarna gingen we naar het computermuseum. Deze Ja, prima. Ja? Oké. Okay. Ik werk bij Starbucks, maar zo zwaar moet ik hebben. Ja. Wacht. Ben, hoe is het in de klas? Goed. Is het leuk? Ja. Wat? Het is makkelijk. Ja, hoezo? Ik wil je horen. Ben jij? Een som doen is één ding. 3 plus 5. Maar als je het hebt over een verhaaltje en dan moet je een som op loslaten, wordt dat natuurlijk een ander verhaal. Uitdaging. Even voor ons zat ik te kijken van, wij zouden het even leuk vinden wat we nu eigenlijk bij jou hebben gedaan. Zouden we heel graag along the way nog een paar keer willen doen. Nou zat ik al even te kijken dat, waar zitten jullie scholen? En wij gaan nog naar San Francisco en Los Angeles. Ja. Las Vegas zit geen school, zag ik? Nee, niet dat ik weet. Nee, daar ben ik wel zeker van niet eigenlijk. Nee. Dus ik zat te kijken die in Silicon Valley en die in North Hollywood. Heb je daar toevallig contacten mee? Ja, daar heb ik contacten, want er zijn 2 directeuren aan de West Coast nog waar ik heel veel contact mee heb. Eén is Wieneke en die kan ik je mee in contact brengen. Dat was hartstikke leuk. En heel veel plezier, hè? En laat maar weten hoe het gaat in Guatemala. Ja. Daar ben ik wel makkelijk van zien. Heel goed. Hey, dankjewel. Doei. Was het leuk, hè, Bo?